als je econoom bent, dan heb je ook geleerd te rekenen. En zeker ook naar de toekomst geleerd te rekenen. En in combinatie met comfort en besparing, denk ik dat wij nu een keuze gemaakt hebben voor de toekomst. De basiskost van Fineo is hoog. Hybride daarbovenop viel mee. De kost gaat voor de baat uit. Dus ik heb gekozen voor hybride. Meneer Meijer kwam bij ons met de vraag of wij Fineo-glas wilden plaatsen in zijn woning. Gezien meneer Meijer reeds gepensioneerd is en de terugverdientijd dan wellicht te lang, heb ik hem eerst geadviseerd om H++-glas toe te passen. Hij wilde toch graag nog een stap beter als met H++-glas. Eigenlijk zijn er een aantal verschillende types en bouwjaren van kozijnen, waardoor dat we eigenlijk bij elk kozijn een nieuwe situatie hebben, een andere detaillering. We hebben bij elk kozijn gekeken welke glasafmetingen kunnen we kwijt. Vervolgens kwam er een nieuw product uit in dezelfde tijd, het Fineo Hybrid. Dat is eigenlijk een combinatie tussen Fineo en isolatieglas. In deze woning konden we dat prima plaatsen. En hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt samen om voor de hybrid versie te gaan. Terugkijkend op het hele proces hebben we samen de beste oplossing gezocht voor dit huis en zijn we tot een erg goed resultaat gekomen. Ik hoop dat het een super strenge winter wordt, want dan kan ik gaan zien wat ik op de gasmeter minder ga uitgeven.